Bij deze oefening maken we best een figuur. Dus laten we starten met het XY-vlak te gaan tekenen. Dan hebben we de vector V1 die een lengte 2 heeft en een hoek van 30 graden maakt met een positieve x-as. Als we de coördinaten moeten gaan zoeken van een vector waarvan we de lengte kennen en de hoek, dan doe ik dat zelf altijd met het beeld van de goniometrische cirkel. Dus een goniometrische cirkel is een cirkel met straal 1. En als je dus een vector hebt met lengte 1, dan is de x-coördinaat altijd cosinus alpha en de y-coördinaat sinus alpha, waar alpha hier de hoek is tussen de vector en de x-as. Als je vector nu niet lengte 1 heeft, maar lengte 2, zoals hier het geval is, dan worden die coördinaten twee keer zo groot. Dus dan wordt de x-coördinaat twee keer cosinus alpha. En wordt de y-coördinaat 2 keer sinus alpha. Dus hier de vector V1 heeft als coördinaten 2 keer cosinus van 30 graden, 2 keer sinus 30 graden. De cosinus van 30 graden is wortel 3 over 2. Dus de x-coördinaat wordt wortel 3. De sinus van 30 graden is 1 tweede, maal die 2 is 1. Dus als een vector V1 heeft coördinaten wortel 3. 1. Wortel 3 is ongeveer 1,7, dus het punt ligt ongeveer hier. Deze hoek is 30 graden en dit is de vector V1. Wat weten we over de vector V2? Die is georiënteerd volgens de x-as. Dus dat betekent dat die op deze as ligt. En dat die hier start, want we willen V1 optellen bij V2. En dan mag V3 een hoek alpha met de positieve x-as. En alpha is een hoek die nog in het antwoord mag voorkomen. Dus laten we gewoon een schets maken. Stel dat dit hier de hoek alpha is. Dan is dit de vector V3. En dit eindpunt moet ook het eindpunt zijn van de vector V2 als ik hem hier laat vertrekken. Dus dit is de figuur die hierbij hoort. En wat gevraagd is, is de x-coördinaat van die vector V3. Dus dat is eigenlijk dit getal. En wat zien we hier? We hebben hier een rechthoekige driehoek met een lengte 1, een hoek alpha die als antwoord mag voorkomen en een zijde die we moeten berekenen.